dit meer gaat niet naar nodig. Je hebt helemaal rust, dan kun je vliegen. Maak even een fout uit. Ja. Helemaal... Ik doe helemaal niks met hoog, hè? Ja, mooi, perfect. Ik heb wel mooie foto's gemaakt, Arno. Rust. Kijk, nu pak je goed. Kijk uit. Erik, kijk uit! Zo! Nou, dat ging vol. Er zaten nog wel meters tussen. Grijp die zwever! Dat schommelen is gewoon een... Arno, hij staat op de film ook, hè? Oeh, het gaat nou die mooi. Die heb ik je vanavond even. Ja, die zit leuk. Hey. Ja. God, wat leuk Arno dat hij het doet, hé. Ja. Je hebt er ook tijd in gestoken. Het heeft een jaar geduurd, maar goed. Okay. Oh nee, een half jaar. Clublid Zwagerbond. Vorige keer de hele boel aan puin gedraaid. Hè? Huh? Je moet hem een beetje laten pendelen, dan zeg maar in dat bochtje. Ja, gewoon laten meeglijden, zeg maar. Hoe lang kun je vliegen, Arno? Geen idee. Er zitten 5000 drie cello. Oh, maar dan kun je voorlopig nog even lekker. Dan kun je 10 minuten gas geven. Ja. Gewoon blijven vliegen, experimenteren, kijken wat hij doet. De start was er in ieder geval niet kritisch. Nee. Het is een klein beetje wind. Nee, je zag. Ja, perfect toch? Zie je dat? Dat hij glimt dan, Arno. Hij is nou precies goed met het gewicht en het vermogen. Moet nog even naar voren trimmen. Een beetje over rechts, over het midden over die auto's hier naartoe doen, Marno. Dan kunnen we mooi op de foto zetten. Vanuit die hoek daar. Over, ja, zo uit die hoek daar, ja. Zo goed. Ja, en nou recht langs jou heen. Ja, ik moet even heel goed denken, hè. Het gaat niet vanzelf, dit. Ja, ik probeer het hoor. Het is slow motion sturen. Ja, zou je. Ja. Perfect. Super. Hobby King. Ja, dat landen stelt niks voor mij, joh. Dat is zo, dat is een piece of cake. Nee, dat valt echt maar. Motor eruit en dan zakt hij als een parachute naar beneden. Ik ga even mijn handen.